Ik ben zo happy, want ik heb het klaar voor nu. Goedemorgen, het is maandag en ik heb weer echt rot geslapen, dus ik ben kapot moe. Maar ik ben aangekleed en opgemaakt en we gaan nu snel naar school. Ze hebben pakketjes per leerling gemaakt, die kunnen we opladen vandaag. En ik neem hem ook voor Chantal van Belen mee, want daar is de baby bij Chantal is geboren, heel erg leuk. Maar die durven dus nu de deur niet uit en ik geef ze groot gelijk, dus daar hang ik hem zo aan de deur. En Noah is ziek thuis, dus die kunnen ook niet. Nou red ik het waarschijnlijk vandaag niet om die langs te brengen. Dus ik neem hem in ieder geval mee naar huis, want na vandaag is de school natuurlijk dicht. Dus als het daar ligt, dan is het niet meer op te halen. Dus dan heb ik het in ieder geval hier en dan kijken we daarna. Ik heb met jullie gebeld hoe het daar dadelijk dan komt. Maar dan is het in ieder geval niet afgesloten op school. Dan is het in ieder geval bereikbaar en de rest is daarna in ieder geval wel goed op te lossen. Ja, en wij gaan daarna ook even een paar boodschapjes halen. Omdat je zoveel misschrijft, als je dan toch in de buurt bent, probeer ik altijd... En vandaag gaan we het kapucijnenschotel eten. En zo vertellen wat ik er gisteren heb gegeten allemaal. Patatjes en frikandel en kipnugget. Ja, en oh, je bent zo echt zo vol. Ja. Ik heb bijna al het eten op. Ja, ja. Je hebt veel gegeten gisteren. Ik wilde eerst gaan lopen, maar ik heb zoveel dingen bij me. Dat ik toch de auto maar even heb gepakt. En ik heb dus voor alle drie de kindjes de werkjes nu. Voor Belen, Noah, voor mij. Ja, en we gaan eerst nu even naar de supermarkt. En dan op de terugweg breng ik het even naar... Chantal? Ja, naar Chantal voor Belen. En Belen en de nieuwe baby. En je bent weer zijn naam vergeten. Ja, ik vergeet gewoon zijn naam. Javy. Javy en Harvey. Ja, dat zijn de nieuwe Die babies. Worden denk ik wel de beste vrienden. Dat zou wel heel leuk zijn. Want wij zijn zes mama's en zeg maar de kindjes in de groep. Jullie kunnen ook altijd heel leuk met elkaar spelen. Dus het zou wel leuk zijn als de... De baby's dan ook leuk met elkaar gaan spelen en met ons. En er zijn natuurlijk nog twee zusjes. Van wie? En die zijn ook... Ja, die schelen wel iets meer van elkaar, maar die kunnen ook... Nou, Lisa en Nora, die kunnen ook wel leuk met elkaar spelen natuurlijk. Dus dan kunnen alle kindjes wel Lisa leuk is met elkaar spelen. Lisa is vier, net Nora vier. Is drie. Nou, bijna drie. Volgens mij gaan mensen zich nu ook voorbereiden op een eventuele lockdown, want de wijn staat aardig leeg. We zijn weer thuis en ik heb een hele hoop bij me. Het tasje voor Belen heb ik al weggewacht. Dit zijn de schooltasjes voor Sarah en Noah. En ik heb nog boodschappen gehaald. Mama, laat eens zien wat ik heb. Ja, Sarah heeft ook nog wat. Ik ga het wel even kijken. Ja, en wacht, die heeft deze. Ze moest eerst... Hatchimal Babies! Ze moest eerst de school hebben. Hatchimal Babies! Hatchimal, dit is toch Fingerling, schat? Oké. Fingerling Gym Jumbo is dit. Dus dat is deze. Ze is helemaal blij, maar ze moet eerst de school hebben. Al bijna krijgt ze niet. Oh, zo leuk. We hebben dus op school ook deze. Dit zijn twee bosjes, want die van Noah zit er nog bij. Want die breng ik morgen. Maar we hebben dus ook heel leuk bloemen gekregen. En ik ga nu maar weer aan de dagelijkse schoonmaken, aangezien ik letterlijk niks beters te doen heb. Ik ben echt kapot, dus ik ga zo ook even nog liggen. Laat ik zeggen, wel even dansen of zo. En dan niet slapen, maar gewoon liggen erbij, even bijkomen. Echt, en mijn haar en mijn huid. Het is echt er niet beter op geworden. Maar goed, ik ga de stofzuiger aanzetten. We hebben net gegeten toen de persconferentie gekeken. Toen heb ik even geslapen. Nou, dan voel ik me nu wel even iets beter. Ik ga even van eergisteren en gisteren editen. Dus wat ik gisteren en vandaag zou doen. En ik zit net echt heel stom mijn camera te zoeken. Ik denk, ik sluit hem aan op de computer. Maar hij staat natuurlijk hier, omdat ik tegen de camera aan praat. Echt slim shady ben ik weer. Maar goed, ik ga dus even de beelden inladen. En dan wel even die foto's afmaken. Want ik hoef maar echt een mini stukje. Nou, daar kwam natuurlijk weer even van alles tussen. Wat ik niet zo tof vond, maar goed. Vindt.
Maar we hebben daar wel veel maatregelen nu opgenomen. En ik ben echt verveeld. Ik ben echt niet goed in zo weinig kunnen doen. Ik ben wel aan het kijken wat ik nog verder kan klussen en doen. Dus hopelijk zo snel mogelijk de slaapkamer helemaal af. En ik heb net geëdit. Daarna ben ik nog even gaan slapen. Want ik ben nog steeds echt te moe voor woorden. Maar ik slaap gewoon, zelfs nu als ik even tussendoor op de bank probeer te slapen, echt zo onrustig. Nu maar weer even foto's inplakken. Het is natuurlijk een heel klein stapeltje, maar zelfs nu weet ik niet eens of ik het af ga krijgen. Ik denk dat dit is vaag, maar hij is omhoog geschoten. Ik denk, waarom heb ik daar geen foto's van? Ja. Bedoel je, je kan 12 keer iets verkeerd intikken achter elkaar. Oké. Okay. Ho ho. Volgens mij. Ah, ik heb het wel goed gedaan. Ik dacht dat ik het fout had gedaan, maar het valt nog mee. Kijk, dit is het stapeltje wat ik nu nog moet. Dus dat is echt niet heel veel meer. En dan ben ik klaar voor nu. En dan kan ik nieuwe foto's gaan bestellen. En ik wil wel echt... Oh ja, dat is net met de persconferentie. Er zijn heel veel dingen nu alweer afgesloten tot juni. Dus ja. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het dan wel voorbij is, want ik heb op 10 juli een feest gepland staan. Dus ik hoop echt dat dat door kan gaan. Maar ik vind het heel erg ver vooruit. Weet je, ik doe het elke keer per 2-3 weken of zo bepalen in plaats van zo ver vooruit. Maar dat... Schijnbaar niet. En ik ben best wel bang voor de economische gevolgen van alles. Maar ja, we zullen het moeten afwachten. Maar ik heb zoiets, weet je, als je nu de grens op 6 april hebt, plaats het dan niet gelijk met van alles tot 1 juni. Ik vind dat een hele, hele grote stap vooruit zonder dat je... eigenlijk weet of dat nodig is en waar het allemaal naar gaat. En ja, ik heel veel mensen, ik had vandaag ook een poll geplaatst op Instagram hoe mensen dachten over een lockdown. Ik schrok er eigenlijk wel van hoeveel mensen een algehele lockdown wilden. En ik snap best dat je stappen moet maken en daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik vind een algehele lockdown heeft zo verschrikkelijk veel consequenties. En dat zijn consequenties die nog lang na corona door gaan werken. Dus ik ben echt benieuwd. Want er gaan gewoon heel veel bedrijven, alles, die gaan daar gewoon kapot, weet je. En dat kan de overheid niet eindeloos overeind gaan blijven houden. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat dan allemaal willen gaan doen. Maar goed, we zullen moeten afwachten. En ik hoop gewoon dat het eigenlijk teruggedraaid wordt, die grens. Ik kreeg net wel een mailtje, de... mini vierdaagse die ik altijd met Sarah loop, die is afgelast. Dus dat stopt en we hadden echt heel veel leuke dingen staan in april en in mei. Maar dat staat nu allemaal stil. Dus het zal afwachten worden wat het allemaal gaat doen. Ik ben zo happy, want ik heb het klaar voor nu. Dus ik ga lekker de computer uitzetten. Dan drink ik nog even een thee. En dan ga ik zo richting mijn bed. En dat ben ik eigenlijk een klein beetje aan het uitstellen. Na de vorige nacht. Maar goed, ik zal toch vroeg of laat naar mijn bed moeten. En dan maar hopen dat dat weer wat beter gaat, zeg maar. We gaan het zien. Voor nu heb ik het al. En nu moet ik
iets meer dan 2 jaar nog. Tot op de dag van vandaag. En dan ben ik helemaal klaar. Oké, Mimo maakt echt een raar geluid op de achtergrond. Ik ga lekker mijn bedje in. Dus, bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Knik even op abonneer hieronder. Zeker nu in deze tijd hebben we genoeg tijd om video's te kijken. Dus klik even op de knop. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!